Wie is je favoriete bokser trouwens? Hebben jullie een favoriete bokser of kickbokser? Rico Verhoeven fans in de building? What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag gaan we verder met Yoshi's Crafted World. En volgens mij heb ik een heel leuk level wat we vandaag gaan spelen, namelijk Boxy Yoshi's Hindernisbaan. Ik denk dat ik mag gaan boksen met Yoshi. Alright, eens even kijken. Sla alles aan de kant met Boxy Yoshi. Als we B ingedrukt houden krijgen we sterkere slagen en we moeten 9000 punten scoren voor 3 bloemen. Oké, kijk hem. Dit is super tof. Bam. 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 Yes. Hoppa. Lekker. Die muntjes kunnen we pakken. Oké, door te springen. Top. Ja, super. Boom. Hoppa. Kijk, we moeten gewoon alles kapot slaan. Dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. We hebben de eerste bloem, denk ik, te pakken. Dat misten we even. Daar misten we even wat. Dit is top. Dit is ook top. En dit leek top. Ja, oké. En de auto. Ja, en alles. Ja, en bam. Dit is echt lachen. Oh, wacht. Huh? Hoe werkt dit? Moeten we alles slaan of moeten we alleen die boksen slaan? Oh, wacht. Oké, dat ging niet helemaal goed, jongens. Ik hoop dat we die 9000 punten gaan halen. Ik heb geen idee. Ik doe mijn best. Hoppa. En hoppa. Dat was 5 keer raak. Daar krijg je dan blijkbaar een bonus voor. Dat is top. Ja, die raakten we lekker. Oh, die raakten we niet zo goed. Ja, dit wel. En dit ook. En dit ook. Ja. Klap het allemaal. Hop, hop, hop. Pak die shy guys. Yo, we zijn Mike Tyson, jongens. We zijn hier Mike Tyson. Mike Tyson en Regilio Tuur en al die andere boksbazen. Mohammed Ali. Wie is je favoriete bokser trouwens? Hebben jullie favoriete bokser of kickbokser? Rico Verhoeven fans in de building. Hoppa. Oh nee, we missen er één. Oh nee. Oh, cadeautje. Pak het. Nee. We sloegen het cadeautje niet. Het cadeautje was weg. Ah. Oké, nu gaat het helemaal fout. Het ging zo goed. Het ging zo goed en nu niet meer. En nu gewoon niet meer. Oké. Ja. Top. Ja. We kunnen nog die shy guy pakken. Kunnen we ook nog. Kom op. Ja, lekker. Die bloem hebben we te pakken. Nice. We hebben de tweede bloem ook te pakken. Dat is top. Hier wat HP. Nice. We hebben al best wel veel punten volgens mij. Volgens mij gaan we eigenlijk best wel goed. Deze bloem. Mis. Nee, we misten die bloem. Oh, nee. Ik kan er nooit tegen als we die bloem missen. Ik heb nog iets gepakt. Oh, wat moeten we doen? Oh, die moesten gewoon keihard slaan. Ja, lekker dan. Gaan we dit nou net niet halen? Gaan we dat nou echt voor real net geen 9000 punten halen? Nee, man. Dit geloof ik. Ik heb volgens mij 8860 punten. Nee, joh. Ah, nee. Dit geloof je niet. Dit is één ding. Dit is één. We moesten nog één ding slopen. En dan hadden we gewoon wel die perfecte score gehaald. No. Nou ja, het was in ieder geval wel een superleuk level. Oké, let's go Yoshi. Je hebt het goed gedaan. Je hebt het goed gedaan. Net geen perfecte score, net geen 3 bloemen. Maar ik ben tevreden. Ik ben tevreden. En we gaan door naar het volgende level. En we moeten weer 10 blije bloemen geven aan deze guys. Want iedereen is zwaar depressief in deze vrolijke Yoshi-wereld. Ik denk dat ze al die cuteness, al die vrolijkheid gewoon niet kunnen handelen. Die kunnen ze niet handelen. En dan hebben ze bloemen nodig. Ja, hij voelt zich in ieder geval ook weer stukken beter. Hij gaat deze, ja, wat is het? Een soort van steenachtige piramide gaat hij openmaken. En we zijn in de mijnbergen. Woep woep. Hogewaard vallen. Diepe mijnen. Alright, purple Yoshi. Paarse Yoshi, kom op. Wat gaan we doen? Kunnen we hier naar beneden? Nee? Ja, we kunnen wel naar beneden, maar er zit in ieder geval niks. Ik probeer altijd zoveel mogelijk op geheime plekjes te kijken. Kijk, hoppakee. We beginnen gelijk goed met 3 rode muntjes. Wat gaan we doen? Kan ik dit opeten? Ja, dit kan ik opeten. En dan moet ik dan... Ja, oké. Daarmee kan je van alles en nog wat laten exploderen, blijkbaar. Oh, dit was niet oké. Wat als ik hem daar tegenaan gooi? Gebeurt er helemaal niks. Ik zie daar trouwens nog wel een vlam, maar volgens mij doet dat niet echt iets. Hoppa, oké, eet hem op. Boom! Lekker! Mag ik er nog één? Ik vind dat wel lekker, die bom guys. wat heerlijk. Kan ik hier een bom op gooien? Ja, zeker kan ik hier een bom op gooien. Allemaal muntjes. Muntjes. Ook nog een rood muntje erbij. Top! Yoshi houdt van bommen. Kan ik daar wat tegenaan gooien? Ja, maar er gebeurt niks. Gaan we hier naar boven. Dan gaan we hier even. Ja, top. Dan kunnen we weer verder. Nom. Moeten we denk ik deze even een beetje die kant op duwen.
Kan ik hier wat tegenaan gooien? Ja, maar daar krijgen we alleen maar een paar muntjes voor. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, wacht. Eet hem op. Ik heb geen idee. We moeten hier iets op de tijd gaan doen. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Oké, die rode. Die zat volgens mij rechts. Ja. Ja, 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 ja. Hoppakee. Daar hebben we onze eerste bloem te pakken. Nice. Oké, hier moeten we naar beneden. Maar eerst ga ik hier naartoe. Want ik wil even die muntjes pakken. Komen er meer shy guys? Yes, dan kunnen we eventjes wat, wat eitjes farmen, zeg maar. Hop. Nom, 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 nom. Yoshi eet alles op, hè. Yoshi heeft echt onverzadigbare honger, volgens mij. Zeg ik dat goed Nederlands? Is dat goed genederlands, jongens? Ik heb weer een bom bij me. Geen idee waar ik die bom tegenaan moet gooien. Kijk, daaronder zijn nog muntjes. Ja, kijk, muntjes en een bloem. Hoppakee. Laat ik even maar hier naar boven gaan. Ik zie hier nog iets trouwens. Daar is nog... Oh, wacht. Wacht, 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 wacht. Wat doe je, Yoshi? Wat doe je? Muntjes. Yes. Oh. Oké. Okay. Goed hersteld. Yoshi is wel een character die lekker al zijn fouten kan herstellen. Daar hou ik wel van. Hoppakee. Oké, doen we dit hier naartoe? Of ongeveer hier naartoe? Ja, zo. Ja, top. Maar er zit hier niks meer. Ik wil even kijken of hier nog wat zit. Want we zijn hier ook nog niet boven geweest, volgens mij. Moeten we die auto niet eerst even... Volgens mij... Ja, kijk, die auto, die kunnen we gewoon hier naartoe. Hoppa. Oh, niet te ver, jongen. Rustig! Lekker hoor. Hoppakee, bloemetje te pakken. En ja, dan kunnen we hier gelijk naar boven. Top. Oké, dit ging lekker. Dit ging helemaal super, jongens. De hartjes erbij. En een checkpoint. Hoppakee. Hier is nog een bom. Ja, die bom die eet ik maar gewoon op voordat hij mij aan gaat vallen. Anders ontploffen we, jongens. Hebben we ontploffingsgevaar hier zo voor Yoshi. Kunnen we hier nog naar boven? Nee, hier kunnen we niet naar boven. Kan hier wel. Ja, lekker. Dan is dat ook weer weg. Oh, wacht even. Daar kwamen allemaal muntjes vanaf. Oh, en een bloem. En een bloem. Ja, ja. Ja, 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 ja. Kijk, we gaan lekker met die bloemen. Ik ga even dat cadeautje hier achter pakken. Boom. Ja, neem maar gewoon even. Oh, ik wou hem meenemen. Ik wou hem meenemen, die bom. Lekker bommetje. Oh, ik krijg zo'n warme smaak van in mijn mond. Hé, Yoshi? Lekker, hè? Even kijken. Kunnen we dan... Hier, ja, we kunnen hem naar boven gooien. Oh, op, rustig. Zit hier boven nog iets? Volgens mij niet. Neem ik deze mee. Duwen we deze een klein beetje die kant op. Oh, rustig maar, rustig maar. Niet te hard. Spring erop. Nee. Spring erop. Nee. Spring erop. Spring erop. Yoshi. Nee, Yoshi. Rustig. Oké, laten we hem even deze kant op duwen. Ik denk namelijk dat hier nog wel een geheimpje zit. Kijken. Ja. Ja. Oh, nee. Oh, oh, oh. Waar is mijn bom? Mijn bom was weg, jongens. Ik heb een nieuwe bom nodig. I like spicy food. Top. Ah, kijk. Nu kunnen we daar naar boven. Toppie. Dan hebben we weer even een bommetje mee. Gewoon voor de zekerheid, hè. Je weet niet. Je kan hem nog nodig hebben, hè, die bommetjes. Hoppakee. Jee, bloem. Ja, die bloemen gaan wel goed, man. Met die bloemen gaan we echt goed. Kan ik hier doorheen? Yes. Let's go. Hier naartoe. Hieronder is nog een bloem. Kunnen we vast wel met die bom pakken. Ja, lekker. Misschien is dit nog een rood muntje, maar ik verwacht het eigenlijk niet. Oh, wel. Wel, lekker. 13 rode muntjes al te pakken. Ja, ik wil jouw 10 muntjes ook wel hebben. Ja, wat is dit dan? Dit zijn sowieso weer rode muntjes. Yes, oké. Weer één rood muntje erbij. Even dit kartetje weer die kant op duwen. Hebben we hier een bom nodig? Ja, oké. Nog meer rode muntjes. Vraag me wel af, hier zijn we volgens mij niet geweest. Maar misschien komen we daar straks nog wel. Oh, wacht even. Kijk daar in de verte. Kijk dan. Daar gaan we denk ik straks komen. Denk ik hoor. Auw. Ja, zie je nu over die deur daar zo? En dan komen we straks denk ik hier helemaal naartoe. I don't know. Dit wordt wel een puzzeltje, jongens. In ieder geval moeten we deze even... Ja, zo. Hoppakee, dit uit de weg ruimen. Kunnen we deze die kant op duwen? Go, 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 go. Ja. Oh ja, we hebben extra karretje nodig. En die gaan we sowieso van de achterkant vandaan halen, denk ik. Let's go. Mag ik jou opeten? Dankjewel, Shy Guy. Nog meer Shy Guys hier. Lekker. Eens even kijken, hoor. Nee. Nee. Oké.
Oké. Hier zitten echt super veel muntjes. En een bloem. Top. Ik denk dat ik maar even rustig zo naar beneden ga. Even al die muntjes pakken. Misschien zit er ergens nog wel een rood muntje tussen namelijk. Ik denk niet dat het bovenste muntje een rood muntje is. Oh, die is ook gewoon weg. Oké, okay, doei. Even kijken. Oh, hier moeten we straks naartoe. Oké, okay, dan gaan we eerst nog even... Woeps. Ik dacht dat het level nog veel lager was, maar daar hield hij al op. Oké, okay, hier naartoe. Ik heb alleen nu geen eitjes meer. Dat is een beetje jammer. Dankjewel, Shy Guy, voor je eitje. Wat is dit dan? Yes, nog meer rode muntjes. We moeten nog één rood muntje nu. Oké, okay, oké. Okay. Dat gaat prima. Doe die bom even mee. En dan, ja, precies. Kunnen we dit opblazen? Daar is nog een bloem. Lekker. We hebben alle bloemen volgens mij. Jee, we hebben alle bloemen. Maar we missen nog één rood muntje. Waarom is hier... Ik wou net zeggen, waarom is hier geen car? Volgens mij moeten we echt een gigantische aanloop nemen. Moeten we deze helemaal hier naartoe doen? En dan moeten we erop springen. Ja? Ja, 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 ja. Lekker. Oh, gaat dit wel hard genoeg? Ik mis één rood muntje. En voor de rest ging het zo lekker. Wel een superleuk level dit trouwens. Dit was echt tof. Wel alle bloemen, wel 20 hartjes, maar één rood muntje. Leuk. En volgens mij mogen we nu bijna door naar de baas. Volgens mij moeten we nog 2 levels en dan mogen we door naar de baas van dit level. En dat ga je dan zien in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal als je meer Yoshi en Pokémon video's wil zien. En wil je mijn live zien streamen, volg me op twitch.tv/rickatchu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!